Welkom bij alweer een nieuwe video. Mijn naam is Erik Vervuren. Welkom in een beetje creepy ondergrondse parkeergarage. Maar dat is met een goede reden. We gaan vandaag aan de slag met deze Nanlite PavoTube 26C. Hele moeilijke naam, maar best leuke lampjes. We kenden de PavoTubes van Nanlite natuurlijk al langer, maar dat waren ook de langere formaten. En dit zijn eigenlijk een beetje een compacte formaat. Ze zijn gemaakt van kunststof en metaal en daardoor voelen ze in ieder geval heel erg licht aan. En het zijn dus RGB-lichten waardoor je het kan instellen van 2700 graden Kelvin tot 7500 graden Kelvin. Het mooiste eigenlijk is, je ziet het al, ze zijn magnetisch. Dus los van of je nou meerdere exemplaren hebt, maar vooral natuurlijk wanneer je hem ergens wil ophangen, bijvoorbeeld hier tegen het metaal, dan heb je daar geen extra klemmetjes voor nodig en kan je hem gewoon er tegenaan aandrukken. Om de PavoTubes aan te zetten moet je 3 seconden even het knopje op de achterkant ingedrukt houden en dan schiet hij vanzelf aan. En natuurlijk omdat het LED is, wordt hij nooit warm, dus maakt niet uit waar je een beet pakt. Het voelt gelukkig nooit warm aan. Die knopjes op de achterkant die zijn helaas niet verlicht. Dan maakt dat vandaag niet heel erg uit in deze setting, maar op het moment dat je bijvoorbeeld in een donkere situatie bent, ja, dan kan het zo zijn natuurlijk dat je die knopjes wat minder goed kan aflezen. Daar komt ook nog eens een keer bij dat er geen wifi in die PavoTube zit. Dus je kan hem niet op afstand met je smartphone bedienen. Dus nee, dat is ook een beetje jammer. Er zit wel een USB-C aansluiting en daardoor kan je die 2200 mAh accu heel snel opladen en dan is die met een volle accu op 100% een uur bruikbaar. En op het moment dat die bijvoorbeeld op 1% staat, zou die ongeveer 10 uur mee moeten kunnen. En zoals zoveel LED-lampen kunnen ook deze niet zonder speciale ingebouwde lichteffecten, zoals een politie-sirene, disco en paparazzi. En in de HSI-modus heb je de keuze uit 36.000 verschillende soorten kleuren. Ja, hartstikke leuk natuurlijk, al die effecten. En er zitten er nog een heleboel meer in, maar je merkt wel dat die accu daardoor veel sneller leeg gaat. Dat betekent even noodgedwongen opladen in de auto. En gelukkig kan je hem daardoor alsnog wel gebruiken terwijl die aan het stroom hangt. Zie je? Het is nog steeds een interne accu, dus je kan hem ook niet verwisselen. Dus ik moet wel echt even bijladen in de auto voordat we weer verder kunnen. Zo, de accu zit er weer een soort van vol en ik heb deze twee even aan elkaar gebonden door middel van een small rig armpje. Dat is namelijk heel makkelijk, want alle lampjes hebben aan beide kanten een mooie bevestigingspunt waardoor je dus die connectie kan maken. En nu heb je dus in één keer een veel grotere lichtbron. Dat gaat mij in ieder geval even helpen, want ik wil even wat gaan proberen om hier te gaan lightpainten over die BMW heen. En die lampjes hebben vrij diffuus licht. En normaal gesproken kan je eventueel nog accessoires kopen waardoor je het licht ietsje meer kan bundelen. We gaan gewoon even kijken hoe ver we nu kunnen komen door het simpelweg met de basisinstellingen op deze manier te gebruiken. Ik ben zelf geen liefhebber van lightpainting omdat het mega tijdrovend is, maar het blijft een krachtige manier om van zoiets simpels als deze foto om te toveren tot zoiets als dit. Tot zover de lightpainting. Je ziet er echt uit als een beetje doorgedraaide Luke Skywalker. Je loopt echt gigantisch snel door het beeld heen met die lampen. We hebben nu ook nog eens een keer kleureffecten gebruikt. Ik ben heel erg benieuwd wat jij uiteindelijk van die foto vond. Laat het even weten in de reactie. Ik vond het in ieder geval heel erg leuk om in ieder geval met deze lampjes te spelen. Ze kosten namelijk ook nog maar eens een keertje €119 per stuk. En dat is natuurlijk gewoon heel erg netjes. Daar kan ik verder niks van zeggen. In ieder geval heel erg bedankt voor het kijken van deze video. Ram even op die abonneerknop. Doe die blauwe duim omhoog. En ik zie je heel graag weer in de volgende video. Doei! Thank you.